Ja, bedankt meneer de voorzitter. We vinden het positief dat het stadsbestuur al jaren volop inzet op het creëren van een groene long rond Oostende. Het groen lint en het stadsrandbos, daar kunnen we ons volledig in vinden. We hebben wel vragen bij de geplande fietsverbinding langs de Kenjaard en de aanleg van een fietspad langs het stadsrandbos. Eventjes schetsen. Zo'n 15 jaar geleden gaf de stad Oostende een eerste aanzet tot de uitbouw van dit prachtige natuurgebied aan de rand van Oostende. Het stadsbestuur kocht 9 hectare akkerland langs de westelijke oever van de Kenjaardkreek. In één adem werd het oorspronkelijk landschap met kraan en bulldozer hersteld, waarbij slenken en poelen werden gegraven en het historische grasland van Waleer terugkeerde. In de daaropvolgende jaren werd het natuurgebied gestaag uitgebreid en ingericht. De stad gaf het natuurgebied in erfpacht van Natuurpunt, die het gebied beheert in samenwerking met plaatselijke landbouwers. Bedreigde vogelsoorten vonden hier opnieuw een veilige broedplaats. Poelen en sloten vormen nu een prima leefgebied voor amfibieën. Ook typische planten voelen zich weer thuis in het gebied. Dit is positief, maar het idee alleen al dat fietsers dit waardevolle natuurgebied zullen doorkruisen, doet de natuurbeweging stijgen. Zij vrezen, volgens ons terecht, dat de broedplaatsen van vogels verstoord zullen worden en dat het fragiele ecologische evenwicht dat nu na al die jaren bereikt werd, zal verstoord worden. Bovendien is het zo dat het geplande fietspad pal door Europees habitatrichtlijngebied loopt en dat het gebied onmiddellijk aansluit op Europees vogelrichtlijngebied. Een fietspad betekent dan ook naast een inkrimping van natuurgebied ook verstoring van waardevol natuurgebied. Wat de aanleg van het fietspad langs het stadsrandbos betreft, we pleiten daarvoor een evenwicht tussen recreatie en natuur, een smaller fietspad en waterdoorlaatbaar. De investering voor de fietsverbindingen is ook niet min. Het prijskaartje bedraagt zo'n slordige €500.000. En we vragen de schepen dan ook met aandrang om bij de nieuwe plannen, want die zullen er komen, in deze rekening te houden met de meer dan terechte opmerking van de natuurbeweging. Dus onze vraag is, in welke mate wilt u rekening houden met onze bekommernissen en die van de natuurbeweging? Wij pleiten voor een compromis, niet ofwel fietsers ofwel natuur, maar beide. Bedankt.